De bekende supermarktketen Joyce heeft vanmorgen haar derde filiaal geopend. Die staat aan de Indira Gandhiweg, dichtbij Lelydorp. Na 4 jaren van voorbereidingen is Joyce Lelydorp een feit. President Santokhi, First Lady Melissa en DC Shafiq Gulaman behoorden tot de genodigden. Het staatshoofd dat in Lelydorp woont, juicht de komst van de supermarkt toe. Joyce is geen gewone supermarkt, maar eentje op maat die voldoet aan internationale maatstaven, zegt het staatshoofd. Een supermarkt van formaat, wereldformaat, dat is waar Joyce onbekend staat. Niet een supermarkt zoals een andere, maar een supermarkt vergelijkbaar met wereldsupermarkten qua organisatie, qua kwaliteit, qua beheer, qua uitstraling, qua service, qua producten. Maar ik was zo blij te zien op die screen wat in de schappen zat. Maar ik ben bijzonder blij met die lokale producten. Naast die producten van wereldformaat. Lelydorp kent enorm veel kleine en middelgrote ondernemingen. In verschillende sectoren en producten. Broodje, agrarische producten, ponden, alles is er. Melkproducten. Laat ze ook toegang krijgen tot die supermarkt. En via Joy krijgen ze toegang tot het hele land. Volgend jaar bestaan wij precies 40 jaar, geeft directeur-eigenaar Rudy Choi aan. Het filiaal in Lelydorp zal zeker voordelen hebben voor de plaatselijke gemeenschap. Choi geeft verder aan dat de voorbereidingen voor deze supermarkt sinds in 2018 zijn begonnen. Het is nu eigenlijk dus bij het afmaken eigenlijk is het een beetje, de situatie is een beetje moeilijker of moeilijke omstandigheden. Maar de planning was er al vooraf. Weet je, en we wilden gewoon iets goeds neerzetten, iets moois neerzetten op Lelydorp. Planning waren al vooraf al heel lang gemaakt. Om naar Wanika te komen, ja, je ziet het zelf. Wanika is, wat de president ook heeft gezegd, is het snelst groeiend district. Hier, als je even kijkt, banken komen hier, alles. Het is gewoon een booming city. Begrijp je? En vandaar hebben we gewoon een goede keuze gemaakt om hier te komen. Volgens Joy moet je goed zijn om 40 jaar een keten te exploiteren met een uitgebreid assortiment en goede kwaliteit. In het kader van de veiligheid is er op het terrein een uitdrukpost van Brotherhood Security gevestigd.